Zo? Aan het filmen. Ja, maar ik kan het echt niet zo goed doen. Zie je? Staat die ingezoomd? Sla rechtsaf de oprit naar A4 oprichting Rijswijk Den Haag Zuid. Ja. Nou. Dit beweegt echt als een malle. Goedemiddag. Dag. Hi. Hi. Het is vandaag. Ja. Het is vandaag maandag. Ja. Ja. We zijn zojuist aangekomen bij Frans Roses. Ja. Daar gaan we eventjes een kijkje bij hun in het bedrijf nemen. Ze hebben hele mooie rozen. Hele mooie rode rozen. Rode rozen. Rode rozen. En hun hebben ook een heel gaaf ding ontworpen, bedacht. Rozen met een tekst erop. Dat is echt heel gaaf. Echt die zijn bedrukt met witte lettertjes. Dat is echt heel, heel gaaf gedaan. Dus daar gaan we jullie wat van laten zien. Vooral voor de moederdag die eraan zit te komen. Zondag en mensen. Niet vergeten. Iets leuks halen voor je moeder. Maar zondag is dus moederdag. En voor moederdag hebben ze dus ook waarschijnlijk wel weer iets leuks erop bedacht. Dus dat gaan we even bekijken. Ja. Dus... zien jullie zo. We zitten midden op de weg en er komt een auto aan. Ik vind het leuk dat jullie er zijn. Kom maar mee. Ja. Oh, okay. Dit is ook altijd leuk. Zijn jullie al wel eens in een kast geweest? In een rooskast? In een roze? Ik nog... ja, ik vroeger bij een vriendinnetje van me. Oh, okay. Ja, ja. Ja, want jullie kwamen natuurlijk voor flauwe fashion wel altijd heel veel dingen ophalen, maar nooit denk ik echt helemaal nee. In de kassen geweest. Nee. Leuk. Nou ja, dit is dus, we hebben twee locaties. Dit is onze hoofdlocatie waar we nu zijn. En ongeveer 500 meter verder hebben we dan een tweede locatie. En dit is wel gelijk de grootste en waar ook de roze Red Naomi wordt geteeld. En dat is wel ja, op dit moment echt de meest populaire roos onder de rode rozen. Ja. En nou, dit is een oppervlakte van 4,3 hectare. Ik weet niet of ik het in beeld kan brengen, maar dat is ja, best heel groot. Echt wel heel groot, ja. Okay. En ja, op dit moment zijn ze weer begonnen met rozen knippen. Want we knippen de rozen al 2 keer per dag. Oké. Okay. 's Ochtends begint iedereen hier om 6:30. En dan gaan ze knippen tot uurtje of 9:30. En dan beginnen ze 's middags om 1:00 weer voor de tweede keer. Oké. Okay. Dus moet je voorstellen dat elk paadje moet je 's ochtends een keer en 's middags een keer in. Zo snel gaat dat proces. Zo. Ja. Ja. Zo, dat gaat echt snel. Ja, op zondag ook werk ik natuurlijk bij een rozenkweker. Ja, 7 dagen in de week. Ja. Ja. Voor mij niet gelukkig. Ik heb gewoon kantoortijden. Maar ja, we werken ook met een groot team. Met 65 mensen hebben we. Dus die kunnen wel gewoon afwisselen. Ja, ja, dus dat er op een dag ongeveer 40 wel werken. Ja. Ja. Oké. Okay. Dat is wel fijn dan. Anders dan ben je continu aan het werk. Ja, zeker. En ook in de zomer, dus het helemaal... ja, het wordt natuurlijk het is warm. Warm en dan ja, is het, ligt iedereen in het strand, maar wij knippen dan zelfs 3 keer het gewas door. Oh, ja. Nee. Dat is echt niet leuk. Dus dat iedereen denkt, jee, zomer, strand. Maar voor ons is het eigenlijk helemaal niet leuk. Nee. Maar goed, in vrije tijd wel. Nee, dan moet je de roze ook nog kwijt kunnen natuurlijk. Ja, ja. En dat is altijd zo oneerlijk, want in de zomer hoeft er bijna niemand een roos. En, in de winter wel, maar ja, dat is met een rozengewas, dat is het hele jaar door en dat blijft ongeveer 10 jaar staan. Ja. Het is niet zoals een seizoensproduct, dat je alles eruit haalt en dan weer nieuwe producten erin zet. Ja. Ja. Dit is ook allemaal, wordt het nog een keer kaal gesnoeid helemaal, dat het opnieuw gaat groeien? Nee, dat niet, maar het is wel, een roos wordt wel de ene keer bovendoor geknipt en de andere keer onderdoor. Dus dat je wel een stukje stronk ook meepakt. Oh. Want anders wordt het, stapelt het zich alleen maar hoger op. Want je ziet al wat het hier allemaal heeft gestapeld. Dat is van nu 4,5 jaar. Zo. Dus we moeten nog zeker, we willen nog 5 jaar meegaan. Dus daarvoor is gewasonderhoud heel belangrijk. Ja, inderdaad. Oh ja, de eerste strijd dat kwam uit... ja, misschien kan je dat hier beter zien. Hier zie je rozen staan op matten. En vanuit deze matten komen de struikjes. Oké.
Ja. En het duurt ongeveer 7 weken voordat een roos in de groeit is. Oké. Okay. Dus van onder dat hij te klein is, zodat hij zo ja. Ja, een beetje wordt. Ja, ik vind dat een heel leuk, mooi proces eigenlijk. Als je dus een roos knipt vanaf hier, dan komt er gewoon weer een nieuwe tak uit met een roos. Ja, dat is heel veel. Nee, dus je moet wel precies weten waar je hem knipt. Wij noemen dat onder het okseltje van de roos. Ja. Dus dat is eigenlijk bij het blad. Oh ja, moet je daar knippen, wordt en daar komt er dan weer een nieuw blad uit. Okay. Een nieuw, nieuw steel uit. En zo groei je wel automatisch zeg maar gewoon zelf zo recht omhoog. Ja, de meeste wel. Maar misschien zie je dat ook. Hier tussen pad zie je wel wat rood. Van uitgebloeide rozen. Met één pad zie je het meer als bij de andere. Maar dat zijn dus rozen met een heel slap takje. En dan, Die laten we dan dat zijn echt loze takken, dat noemen we het. En die gooi je dan naar beneden. Dus daar kan je niks mee. Oh ja. Nee. Maar het struik is zo vol dat we wel één keer in de. Het is maar één keer in de 2 weken dat er een werknemer door de paden gaat met een snoerschaar. Oké. Okay. En niet met een klein takje, dat gaat weer automatisch. Maar, ja, maar anders dan groeit het te dicht en dan kunnen die karren niet meer door de paden rijden. Oh ja. Oh, want ze nemen zo'n kar mee. Ja, ik zal het wel even laten zien. Ja, vroeger was het zo dat je gewoon door de paden moest lopen en je rozen verzamelde op je arm. Ja, bizar met die door. Ja. Deze even in de kar. Ik hoop dat die accu nog vol is. En dan staan ze op dat film. Oh ja. En dan druk je eigenlijk, kan je ook zo op met je heup of je kan met je voet doen wat je zelf het fijnste vindt. En dan kan je... Ik wil aanzetten. En dan kan je gaan rijden. Oh, super grappig. Nee. Of jullie ook even willen rijden? Ja, dat is goed. Dat lijkt me grappig. Over het veld heen. Zullen we dat doen? Mm-hmm. Kan je met z'n tweeën erop? Ja hoor, als je dat even klaar gaat staan, dan kan het wel. Spannend. Dan moet je naar deze kant draaien. Maar dan moet je wel uitkijken dat je niet met je billen hier naartoe getrekt. Oké. Okay. Wat dan? Ik ben niet zo heel slap. Zal ik hem dan indrukken? Ja, doe maar. Ja? Ja. Oké, okay, spannend. Oh. Ah. Ik wil het wel. Ja. Nou jongens, dan gaan we tussen de geurtjes. Zullen we dadelijk even stoppen ergens? Oh, stop die. Nee, stop. Ik kan niet stoppen. Druk dat ding aan jouw kant. Aan jouw kant indrukken. Ik druk. Heb je goed gefilmd? Nee, ik kon niet. Ja, dat is een dat goed. Oh mijn god. Had ik alles gehad fout bij ons wel bij. Je moet het wel zeggen op het was. Oh mijn god. Zijn we er al? Oh nee. Hilarisch in ieder geval. Oh. Duh. Ja, je zit er van de open gegaan. Nou, dat hebben we ook gezien. Het gaat best snel. Je moet hem wel stopzetten om te knippen, of niet? Ja, ja. Anders dan krijg je het niet geknipt, denk ik. Ja.
Nee, wel als je dan weer een roos ziet die rijp genoeg is, dan knip je hem en dan, ja, dan hou je even het gas los, zeg ja. maar. En dan ga je even verder. Ja, ja. Even het gas los. Ja, het gas los. Dat hadden wij nog niet zo door. Nee. Nou, daar zijn dus rozenbinnen geknipt, misschien wel een. Oh ja. Deze rozen zijn het net geknipt, maar ze zien er nu nog heel rauw uit. Ja. Het is ook gewoon niet hoe je ze natuurlijk in de winkel ziet. Nee. Maar dat is gewoon bizar hoe snel dat proces eigenlijk gaat. Okay. Dus wij zetten ze hier dan in de cel, maar dan als we ze uithalen, dan zijn ze alweer iets meer open. Okay, zo. Echt heel snel dan. Ja. Dat heb je eigenlijk helemaal niet door als je zeg maar in de winkel je rozen verkoopt. Dan nee. Niet door dat al zo... Dat het zo snel gaat inderdaad. Dit is water en het vloer erin. Misschien wat we ook wel zien, is het echt een roos die blijft veranderen. Het is niet ja. als je hem koopt of bij de groothal, omdat hij dat zo blijft. En, maar elke dag wordt hij weer groter en groter. Ja. Dus dat begint eigenlijk vanaf nu al. Ja. ja. Gaat super hard. En in dat water, dat is speciaal. Ja, dat is gelijk goede voeding in voor de rozen, dat je direct kan inspelen op de houtbijt. Want nu zijn de rozen dus vers geknipt, dus noemen we altijd een snijwond hebben we ze. En die kunnen ze direct heel ja, zuiver het water opnemen. Okay. Dus die spelen we direct in op de houtbijt. Ja. Ja, gewoon even een roos knippen. Ik hoop niet stoppen. Ja, ja. Ja, dat is goed. Ja. Je gaat te snel. Het zijn geen rozen zeker. Tweede keer is altijd minder met knippen. Ja, snap toch. Dus we hebben de meeste rozen de, ja, heel de nacht natuurlijk ja. niet geknipt. Ja, het is altijd heel bizar dat je 's ochtends denkt over een roos. Nou, deze laat ik nog heel even staan. En dat die een paar uur later wel rijp genoeg is om te knippen. Ja. Ja, dat gaat echt heel hard dan. Ja. Dat is best spannend. Ja, want er zitten natuurlijk overal dorens. Maar ja. Je voelt ze amper. Nee. Ja, nee, vier, ja, dan heb je net geluk gehad. Want soms voel je ze wel. Ja? Maar de meeste mensen dragen wel handschoenen. Ja. En ja, de meeste vrouwen die hier werken, die zijn ook wel wat voorzichtiger, dus die hebben vaak ook wel een mouwtje aan, dat je ook niet veel kras hebt. Maar ja, al ga je goed kijken naar iedereen, dan zie je wel hier en daar. Ik zag net iemand lopen met allemaal krassen overal. Dat is niet zo lekker. Ik heb ook op een van de shirts staan, we hebben allemaal quotes op de t-shirt staan, en op een staat er ook, if you love roses, you have to be careful, and don't cry when you get pricked by thorns. Dus ja, dat is het wel is een beetje. Waar, ja. Nou, het is wel mooi. Ja. Rozen zijn mooi, maar het is soms wel jammer van de dorens. Ja. Ja, want sommigen zeggen dat als je de dorens eraf haalt, dat ze dan lek zijn. Dat ze dan vals lucht krijgen of zo. Nou, het is wel zo, er kunnen bacteriën dan ook inkomen via het water. Okay. Dus dat is wel, wij zeggen ook altijd, het beste kan je de dorens er gewoon aanhouden. Dus alleen het blad eraf halen en dan in een vaas zetten. Okay. Dus ja. Maar de meeste, ja, eigenlijk bijna iedereen haalt het door. Ja. Dus ze doen het, ze blijven... Als je een boeket ermee maakt, is het bijna niet te doen. Nee. Dus het is wel, het is niet dat je dat helemaal niet kan doen, dat daar wel anders de rozen slap gaan dan. Ja. Maar het zou wel iets beter zijn voor de rozen. Misschien dat je er net een dag in hebt. Dus als je inderdaad langer wil laten staan, dan kan je ze beter... Ja, dan het ook wel zo verder. Oké. Goed om te weten. Yes. En als ze geknipt zijn, worden ze dus naar de schuur gebracht. Ja, dan worden we eerst op de schuur zelf. Hier moeten ze dus eerst.
moet een paar uurtjes koel gebracht worden, want in de kast is het natuurlijk heel warm. Ja. Dus voor de houdbaarheid zetten we ze gelijk in de koeling en dan kunnen ze wat niet water drinken. En dan na een paar uur worden ze gesorteerd. Oké. Okay. Hier zie je dan onze, we hebben twee machines staan. Hier wordt onze Myrna roos gesorteerd. Ja. Die groeit dan in de andere kast. En daar is de redden ook. Dus dat betekent elkaar te doen wel gewoon het werk. Oké. Ja, ze hangen elke roze opgehangen en gaat langs de camera. En daar wordt het gekeken naar hoe lang de roze is. En dan maken we hier dit verschil in 50 centimeter, 60, 70, 80, 60. Oké. Okay. Soms heb je ook wel eens een hele lange roos, maar een heel klein kopje erop. Ja. En dan knipt hij hem gewoon, bijvoorbeeld die roos 80 centimeter eerst, en dan knipt hij hem naar 60 of zo. Oh, dat okay. Wel goed in verhouding moet zijn. Ja. Ja, en dan wordt hier wordt dan de verpakking aan. Oh ja. Dan komen ze er weer met effjes uit de rol. Containers zitten 60 rozen in en andere 50. Nou, hier pak je hem dan met 6 bij elkaar. Worden klaar gemaakt voor de cel staat nu lekker hoog, want we zitten in volle productie omdat het zondag moederdag is. Dus ja, voor iedereen wat wil. Er staan bestellingen die ook klaar gemaakt zijn voor klanten, maar ook alle rozen die morgen weer worden geveld. Okay. Ja. Veel. Veel, veel. Ja, we knippen ongeveer 50.000 rozen per dag. Zo. Zijn jullie er nou ook in? Nee, we zijn ook niet de kleinste. We zijn wel gewoon net wel een groot bedrijf, okay. Maar er zijn wel nog grote rozenkwekers. Ja. We gaan nu naar de andere schuur, hè? Waar de rozen worden gedrukt. Ja. Ja, van het andere bedrijfje Blooming Notes heet het. Oké. Okay. En daar gebruiken we eigenlijk vaak ook onze rozen voor om te drukken. Oké. En dan de Myrna's, toch? Ja. Ja. Maar als het op rood is, is het altijd de Myrna. Omdat het gewoon een ideale roos is om op te drukken. En dan blijft ook de tekst lang zichtbaar. Ja. Ja, de meeste rozen komen natuurlijk ook open. En dan zie je de tekst niet meer goed. En de Myrna die gaat gewoon iets langzaam open. Zetten we gewoon twee machines neer en dan zijn we met z'n zes ongeveer en dan zijn we dat allemaal aan het verwerken. Zo, ja. Dan is het wel echt druk. Maar nu hebben we het op zich wel, kunnen we het gewoon makkelijk aan met z'n tweeën. Vanmiddag help ik dan zelf nog even mee. Oké. Okay. Maar we zijn nu rozen voor Edeka aan het maken. Oh ja. Edeka supermarkt. Oh, wat is dat? Ja, het is allemaal handwerk. Ja, dat is echt een zin. Oh ja, dat is leuk voor de vondst. Ja, dus hier heb je logo. En dat willen ze dan zeg maar met een blauwe opdruk. Dus dat is ook wel weer speciale techniek komt daar weer aan te pas. Okay, ik dacht dus dat het alleen maar een soort zwart kon, maar het kon ook een... Moet ik hem zo houden of... Ja, ik ben even... Oh. Leuk. Ja? Ja. Nee, we kunnen eigenlijk iedere verf gebruiken, maar het meeste doen wij wel echt op de rode roos, kijk wat je hier ook ziet. De rode roos wit, ja, dat zie je gewoon het meeste uit. En op zwart, op een witte roos is zwart vind ik het mooiste. Ja. De webshop
bestellingen. Als we die binnenkrijgen, dan maken we ze zeg maar in een bosloos om. En dan zetten we hem hier in deze kartonnen houder. Er zit ook een cupje in, zeg maar, met een soort zaagsel. En dat vul je met water, dus omdat het vochtig is. Oh. Dan zetten we hier de stelen op, want dan kan het gewoon 1-2 dagen kan het zonder water, maar wel met vochtige stelen, kan het vervoerd worden. En dan schuiven we het zo in de doos. Dan maken we hem dicht. En dan leveren we hem uit op PostNL. Heel erg bedankt. Ja, jullie ook. Een keer. Ja. Doei. Doeg. Doeg. Het doet het niet. Wel, als het ook weer eens keer dan. Nee. Hij gaat vanzelf wat doen, denk ik. Dankjewel. En 4,10 euro, echt smakelijk. Ah. Oh, is zo. Dankjewel. Ja, schakelen, kut. Staan we hier niet goed? Jawel. Maar nee, jij moet de andere kant op staan. Okay. Waar komt die zon ineens vandaan, ouwe? Jeetje. Met vakantie. Ja, dit is beter. Stop, stop. Ik ga hier, want hier? Dan staan de mensen te kijken. Stop maar. Toppie. Even uit. Ja, oh, sorry. Wat doe jij? Het staat niet goed. Wel. Nou, nee, jongens. Ik haat het als in mijn hoofd voor de helft is. Vandaag was heel gezellig weer. Ja. Dus, dit was weer een... We worden echt heel erg aangestaard. Eeuw, oh my god. Ik werd echt heel erg bang van. Nee, die kan dat kikken. Lissa, haal ze weg. Ga weg! Vieze uilen. Uilen, vieze rikken. What are those? Laat ons in ieder geval weten wat jullie ervan vonden. Dus de duimpjes weer omhoog. Sowieso. Even liken. Abonneren. Subscriben. Alles. Abonneren en subscriben is toch hetzelfde? Nee. Subscriben is een reactie achterlaten. Oh. In de beschrijving gaan we even zetten de website van... Franse rozes. En daar kan je alle rozen vinden die. En dan kan je bestelling plaatsen van een roze met tekst. En dat is dus, zo. Het is ook gewoon voor particulieren, dus ook leuk. Dat het niet alleen maar voor bedrijven is, maar ook gewoon voor particulieren. Ja, het is echt heel leuk. Als je een trouwerij of zo hebt. Als dan en van die trouwerij iedereen een roos wil meegeven met een mooie boodschap erop. Dan kan het allemaal. Mis, waar zijn ze nu? Oh daar. Ze zit achter deze poepen. Dat is wat achterop, hè? Denk me niet zo. Nou, in ieder geval bedankt voor het kijken. Ja. Duimpje omhoog en alles. En dan zien jullie de volgende video. Doei doei!